Beno Stad gaat stoppen. Op 1 juli is de 400ste en laatste aflevering te zien bij OogTV. In Beno Stad belicht Beno Hofman de geschiedenis van de stad naar aanleiding van een actueel thema. Zo'n 12 jaar is het programma nu te zien en het heeft inmiddels veel trouwe kijkers. Dat Beno Stad gemist gaat worden, staat vast. Beno zelf vindt dat 400 afleveringen genoeg zijn, ondanks dat er nog voldoende plekken zijn om een uitzending over te maken. Dat denken de mensen wel eens, dat er dan de onderwerpen op een gegeven moment wel op zijn. Nee, dat is het niet. Maar het voornaamste is eigenlijk dat eigenlijk wil ik elke week een beter programma maken. Maar dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet elke week beter. Zeker niet als je het al zo lang doet. Maar dat gaf wel een steeds grotere geestelijke druk, als het ware. En nou ja, toen dacht ik van, dan is het goed om er een punt achter te zetten. Ik zet er liever zelf een punt achter dan dat mensen gaan zeggen van, zou je er nou niet eens mee stoppen? Beno Stad is een van de populairste programma's van OogTV. Ook heeft het programma veel prijzen gewonnen. Ja, nou, hoogtepunten is natuurlijk toch dat je de waardering krijgt door de prijzen. Hè, dus 5 jaar geleden uitgeroepen tot beste lokale televisieprogramma van Nederland op het Olon Festival. Daarna ook op internationaal festival in Košice in Slowakije. Heb ik 2 keer een prijs van de stad Košice gewonnen met het programma. Nou ja, dat zijn natuurlijk toch wel hoogtepunten. Directeur Evert Jansen van OogTV vindt het erg jammer dat het programma gaat stoppen. Ja, dat is zeker een gemis. Beno Stad was al jarenlang het meest populaire programma van OogTV. En wist toch een heleboel kijkers aan ze te binden. En geschiedenis is nog steeds een zeer actueel onderwerp. En hot noemen ze het ook wel. Het blijft de mensen altijd boeien. Een alternatief voor Beno Stad heeft OogTV nog niet. En Beno zelf weet ook nog niet wat hij hierna gaat doen. Ik ga eerst een half jaar nadenken over wat dan. Ik ben op zich wel van plan om weer iets te gaan doen voor de televisie met geschiedenis. Maar daar wil ik eens even rustig over nadenken. En het moet echt anders zijn. Ik weet niet of we gelijk een historisch alternatief gaan kiezen. Dat heeft nu zijn kracht heeft het gehad en dat heeft zich bewezen. Maar ik denk dat we nu voor die donderdag willen een andere weg in gaan slaan. Voor de trouwe fans die het programma niet kunnen missen, komt er een DVD met de hoogtepunten van de afgelopen 5 jaar. Ook gaat de VPRO het programma uitzenden op het landelijke digitale kanaal Geschiedenis 24. De eerste uitzending staat gepland in juli.